Oké, okay. Mijn ervaring voor de opleiding, dat is mijn ervaring, hoe ik er toen eigenlijk in het leven stond. Dat was een stuk negatiever, met minder zelfliefde, een beetje verloren, zoekende naar wat nu. Ik heb altijd wel gevoeld van, er zit iets in me, maar wat mag of moet ik ermee doen? Tijdens de opleiding ben ik eigenlijk mezelf tegengekomen, meerdere malen. Op een harde manier, maar wel een mooie boodschap. En ook van mogen leren, vooral de laatste lessen eigenlijk. Ben ik vol op mijn plaats gegaan en ben ik ook weer goed opgestaan. Met een sprongetje eigenlijk, want ik weet waarvoor dat die was. Dus daar ben ik dankbaar voor. En als ik het met één woord mag beschrijven, is het magisch geweest. Is het magisch? Ja, mijn gevoel voor de opleiding was vooral onrust, chaos en vermoeidheid. En ik heb eigenlijk door de opleiding weer rust gevonden in de onrust, eigenlijk magie in de chaos. En daardoor ook gewoon weer veel meer energie gaan voelen en energie voor het leven en vertrouwen in het leven. En één woord voor de opleiding, ja, ook wel magie en heel veel inspiratie.